www.deboodschap.today. Medische hulp uit Cuba inzake COVID-19. Suriname krijgt mogelijk medische assistentie uit Cuba in de strijd tegen het COVID-19 coronavirus, waarvan op vrijdag 13 maart het eerste positieve geïmporteerd geval werd bevestigd. Het gaat om een vrouw die vanuit Nederland was teruggekeerd naar Suriname. Op de persconferentie, die het door de regering ingestelde managementteam dagelijks belegt, maakt minister Antoine Elias van Volksgezondheid op zondag 15 maart bekend dat er afspraken zijn met zijn collega van Cuba om ons eventueel te helpen met COVID-19. Deze afspraken worden geïmplementeerd na afstemming en naar een behoeftenlijst van het managementteam. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.